Mag ik één zak worstenbroodjes? Van Kees? Ja, van Kees. Zo gaat het de hele dag door. Iedereen wil de worstenbroodjes van Kees van Dongen proeven. En Kees, hoeveel broodjes zijn er inmiddels verkocht? Meer dan 5000. En het houdt niet op. Hartverwarmend lijkt me. Ja, het is echt hartverwarmend. Ja. Ja, dit is super. Ja. Kees heeft longkanker en is terminaal ziek. Daardoor kan hij al die worstenbroodjes niet meer zelf maken. Ik kan zelf nog wel een kleine hoeveelheid bakken. Maar deze hoeveelheden, dat kan ik sowieso niet. Daar heb je gewoon een professionele bakkerij voor nodig. En die kreeg hij. Bakker Marcel Sanders maakt de worstenbroodjes naar het recept van Kees. En hij verkoopt ze in zijn winkels in Schaik en Herpen. Met succes. U heeft geluk, want ze zijn bijna op. Nou, ja, dan heb ik inderdaad geluk. Het weekend van genieten. Hè? Ja, dat is hartstikke leuk dat we nu eindelijk ook deze mogen proeven. Want de verhalen kennen we al heel lang. Hij heeft de eerste prijs gewonnen, dus ik verwacht ook dat ze lekker smaken. Nou, ja. Smakelijk. Dankjewel. Dag. Doet je wel wat, hè? Al die mensen die hier zijn om jou te steunen. Ja, zeker. Dat maakt het ook zo bijzonder. Dus ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Van iedere zak worstenbroodjes die verkocht wordt, gaat er €2,50 naar het oncologiefonds. Het bedrag loopt inmiddels flink op. Tada! Droom die uitkomt in? Ja, dat is een droom die uitgekomen is. Echt super.